camera. De camera is daar. Eens kant op, ze lief. Hoi. Kijk, Joyce. Hallo. Rustig aan. Ja, zachtjes. Kijk daar, ze lief het al springen. Kijk, er gaan. Zo. Wat een helder. Oké, je hebt nog 3 minuten en dan beginnen we. Enkel hier deze hele stalen constructie van gietijzer, die weegt 1,2 miljoen kilo. Ze bestaat uit 149 losse delen dus die in Duitsland zijn gemaakt en hier in ons. Het was zo dat op het totaal hele voorrijdel, daar stonden er 38 liters gemaakt. Dat stond lekker vol. En de laatste die zijn 96 gedaan. Die zijn wel op de risicolijst gekomen. Maar die kanonnen, die konden dus alleen maar even goed 8 kilometer weg van alles schieten. En die kanonnen, om het gewicht te geven, de loop enkel te houden, die was 7,5 meter lang. Je moet je voorstellen wat voor onverdovend kabaal dat moet zijn geweest als de wet mee werd geschoten. Zo, maar dat is toch niet waar? De draadvermogen van die voer, dat is gigantisch. Ja. Hoe dik is dat? Dat is zeg maar een dikke meter dik. De buitenmuren zijn ook gemiddeld een 80, 90 centimeter dik. En het voordeel is, vroeger konden ze nog veel beter rekenen ook. Pompen om dus 13.01 om de loop. Op basis alleen maar gerekenen van voor het oorlogvoeren. Dat is het. Dus wat hebben ze toen op een gegeven moment? Dan hebben ze er allemaal dakjes in gemaakt. Dus wat je de man ook moest doen, hij moest ten alle tijde gaan zitten. Ja. Wat hebben ze erin gemaakt? Een dakje. Dus je kon niet meer zo staan, dus je moest ten alle tijde gaan zitten. Maar dan hou ik het heel kort. We hebben daar, kunt u straks altijd nog langslopen, staan er een paar foto's van Annie Schaft. Die heeft haar in mei 46 kostuum en bedankt. Geniet als een brief aan haar vader. Ga straks gewoon even kijken wat er precies staat. Ja, deze ruimte noemen we de kapel. Niet omdat die kerkdiensten werden gehouden. Maar als je zo de gang in kijkt, dan heb je eigenlijk net een kathedraal. Dus vandaar dat deze ruimte de kapel. Gaan we naar de ruimte hiernaast. Als het wat slechter weer was, op toegericht om te verblijven, te slapen, maar ook om elkaar te leggen met vast. Want we kregen invloed van het zoute water. En die werd, zeg maar, vanaf de raam konden ze het makkelijk zien. Zeggen nou, en zo'n raampje. Dat je allemaal een mooie, mooi voorgevormd in de bank. Het linker beton, dat was toen het enige soort beton dat ze konden. Elke slaapzaal was voorzien, ook de keuken, was voorzien van zo'n broekkast. Lastig, want dan kreeg je invloed van het zoute water. En toen
dak. Je zou het kunnen drinken, alleen tegenwoordig onze macht. Nee. Nou, dit is zout. Zo naar de groepen, wordt aan de buitenkant de slaapzaal. Dan in de gang en dan in het hart van het wordt aan de politie opgeslagen. Alleen als je dus hier uit de straat hebt, dan kun je het nog niet. En dan druk je. Ga jij hem om dicht, schijf. Oké. En dan druk je. Na één keer. Nee. Waar ga jij heen? Kan die dat? Ja, dat weet ik niet. Daarachter ook een bootje nog. Dat mag niet, jij mag niet. Och. Bob de Bouwer! Een beetje gezellig. Kijk naar de vogeltjes. Ja, dat is een beetje een Goed zo. Nou, we staan helemaal achter.
lange stappen, dan ben ik er zo. Ja. Goh. Is die zo weg? Ja, hij is op de weg. Ik zag het gewoon. Spring hem op, spring hier. Hey, oh. Ja. Kleine stapjes. Hoi, hoi. Hoi is het, beneden. Ja, kleine stapjes, Celine. Ja, zo? Ja.
Kijk, doe maar mijn naam. Ik is alle drie toch? Yeah.